En als je later volwassen bent, dan snap je in één keer met terugwerkende kracht... Oh, het zijn dat soort kinderen die later opgroeien tot vrouw. Want dat kunnen ze, hè, dat doordrammen. Non de Jew. Daar kom je later pas achter. Ja, daarom heb ik ook zo'n tyfushekel aan dat liedje van Bart Peters en de radio's. When she goes na 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 na. Ken je dat liedje? When she goes na 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 na. Na 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 na. Colors will keep on turning. Hey, 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 hey. When she goes na 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 na. Na 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 na. You might be dealing with a zeikwijf. Hé? Als je getrouwd bent en je vrouw doet de hele tijd na 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 na. Dan word je gepest binnen de huwelijk, jongen. Dat is helemaal niet leuk. Ik weet ook, dat getetter van wijf is niet te geloven. Je kan er ook niks aan doen, hè? Gaat er maar door. Ik weet niet wat je moet doen. Je kan niks doen als jongen. Ja, nou, je kunt het opnemen. Dat kun je doen. Neem het op. Zet er een goede beat onder. Kun je doorverkopen naar de platenmaatschappij. Zit, dat gebeurt volgens mij ook. Dat is mijn theorie. De helft van alle vrouwelijke rappers weet niet eens dat ze rapper zijn. Ik snap helemaal geen fuck van vrouwen. Ik weet wel, er is één situatie waarin het verschil tussen mannen en vrouwen meteen glashelder is, voor mij. Er is één situatie en dat is als vrouwen een verhaal vertellen. Als... Dat was nog niet de grap. Als vrouwen een verhaal vertellen, dan gebeurt er ook iets. Daar snappen mannen geen fuck van. Als vrouwen een verhaal vertellen, dan kan de pointe van hun verhaal, dat waar ze naartoe vertellen, dat kan zijn een gevoel wat ze hebben. Dat is genoeg. Dat is voor mannen is dat niet te bevatten, jongen. Dit is bijvoorbeeld een aannemelijk scenario. Dit is een geloofwaardige situatie. Stel, een vrouw is in haar keuken een verhaal aan het vertellen aan de keukentafel. Aan twee mensen. Aan een man en aan een vrouw. Zit ze een verhaal te vertellen. En ze is aan het oreren, jongen. Oh, ik was op vakantie in Nicaragua met Robert. En op een gegeven moment stonden we bovenop een houten toren. En toen kwam er een dubbeldekkerbus die helemaal in de fik stond. Die kwam recht op onze toren afrijden. En bovenop die toren waar wij ook stonden op dat niveau, liepen allemaal vleesetende ponies met hif rond. Nou, jongen, en op een gegeven moment, Robert die komt zo naast mij staan. Die slaat zo zijn arm om me heen. Die keek me recht in mijn ogen aan. Nou, toen voelde ik me zo gelukkig. En die vrouw die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment... Oh, wat fijn. En die man die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment... En toen! Wat gebeurde er met die dubbeldekkerbus die in de fik stond, man? Wat? Oh ja, die zwaaide af en die reed in de meer. Was toen gedoofd. Wat? En die pony stond met de hif. Oh ja, die bleek uiteindelijk bang voor ons te wijveren. Dat zullen we net zien. Heb ik godverdomme 34 minuten van mijn leven naar zitten luisteren. Wat een kutverhaal. Maar dat is het verschil. Oh, ik snap geen zak van vrouwen. Echt niet. Vrouwen zijn net sombrero's. Ze zijn hartstikke leuk, maar je moet ze niet ook echt op je hoofd gaan zetten. Kijk, bij vrouwen draait het om gevoel. Dat is ook als je aan een vrouw vraagt, wat wil je in het leven? Zegt ze, ja, ik wil gelukkig zijn. Ik wil me gelukkig voelen. Ik wil geluk. Dat is het. Dat is het verschil. Vrouwen zijn op zoek naar geluk. Mannen zijn op zoek naar het passende HDMI-kabeltje voor de Blu-ray-speler. Dat is in feite het verschil. Alleen, ik ben niet vrouw en bestje, sterker nog. Ik heb ontzettend veel respect voor vrouwen. Dat is echt zo. Ik hou van man. Gek op vrouwen. I love vrouwen. Vrouwen zijn ook moediger dan mannen. Dat is zo. Dat is ook geen vraagstuk voor mij. Of dat is een stelling. Vrouwen zijn moediger dan mannen. Het bewijs dat vrouwen moediger zijn dan mannen... is de kaassoufflé. De kaassoufflé, want de kaassoufflé is de vrouwensnack bij uitstek. Alleen de kaassoufflé is de meest lijpe scheidsnack ooit. Die dingen zijn 300 graden van binnen, die kun je helemaal niet vreten. Maar dan ga je zaterdag uitstaan, die wijk bij de snack, maar ja, vind ik gewoon lekker kaassoufflé. Vreet de hele ding op. Heel die nagels die je smelt, ja, vind ik gewoon lekker. Wat? Vind ik gewoon lekker?
Hier, als je dat lekker vindt, moet je dit ook een keer proberen. Wat is dat? Dit is een negerzoen gevuld met punaises. Hier. Stop maar in je bek, idioot. Vind ik gewoon lekker. Een kaassoufflé is de snack-equivalent van een landmijn. Als je dat lekker vindt, dan moet je een keer in bed gaan liggen met een kruik waar de dop los van zit. Dat vind je ook lekker. Kaassoufflé. Kaassoufflé is natuurlijk een Franse uitvinding, daar heb ik over nagedacht. Het is sowieso een soufflé. Maar ook alleen Fransen zijn arrogant genoeg om die ontwerpfout te ontkennen. Toch alleen Fransen komen daarmee aankakken. Alleen Fransen zeggen op een gegeven moment: attention, ceci est nouveau. Et un soufflé du fromage. Je démontré un soufflé du fromage. Et comme une fondue de fromage, mais prêt à porter. Alors, attention, je démontré. Bon. En Fransen komen er al mee weg. Want Fransen hebben joie de vivre. Fransen hebben joie de vivre. Joie de vivre. Of zoals een Spanjaard zou zeggen, joie de vivre. Dit is mijn favoriete grapje.